Dag, burgemeester. Goedemorgen. Goedemorgen. U ziet er verbazend goed uit, nog voor zo vroeg. Ja, ik ben een vroege vogel, hè. Wanneer staat u normaal gezien op? Oh, rond 7 uur zo, ja. Samen met de kinderen meestal, ja. 7 uur, dat is best laat voor een burgemeester. Ja, maar we gaan ook natuurlijk niet vroeg gaan slapen, hè. Meestal zijn er avondvergaderingen, dus ja, je kunt niet beide, hè. Laat op zijn en vroeg opstaan, dat is wel moeilijk. Dat hou je niet vol. Hoe gaat het in Diksmuiden? Ja, prima. We zijn volop bezig met de heraanleg van onze grote markt. En de werken die zitten perfect op schema. Dus ik verwacht tegen half april dat alles klaar is. Ja, laten we het dan even hebben, hè, over die grote markt. Daar is heel veel om te doen. Inwoners reageren heel vaak op de markt. En dan vooral ook op het parkeren in het centrum van Diksmuiden. Dat blijft de gemoederen bedaren. U bent volop bezig aan het heraanleggen van de markt. Dat betekent lang parkeren in het centrum wordt moeilijker. Er komen ook minder parkeerplaatsen. Dat is niet tof voor de inwoners. En een paar luisteraars met een horecazaak vrezen ervoor dat klanten daardoor zullen wegblijven. Weg met de zone, met de blauwe zone, zegt Mark Hoornaert ook. Terug gratis lang parkeren. Niemand betaalt graag zinloze boetes. Wat gaat u hier aan doen, burgemeester? Wel, ik denk dat Diksmuiden heel wat troeven heeft. Het is in Diksmuiden nog altijd overal gratis parkeren. Dus maar enkel in het centrum zelf is er een blauwe zone. Dus als je een beetje oplet en je schijf zet, dan hoef je eigenlijk nooit te betalen in Diksmuiden. En het feit dat er minder parkeerplaatsen zullen zijn op die markt, dat is toch wat. Wel, ik moet daar even wat uitleg over geven. Vroeger waren de parkeerstroken heel smal, met als gevolg op 3 plaatsen stonden er eigenlijk maar 2 auto's. Nu hebben we wat minder parkeerplaatsen, maar die zijn breder. Maar dat betekent dus in de praktijk dat er ongeveer evenveel auto's kunnen parkeren als vroeger. Dus er is daar toch wel wat misverstand over. Dus u zegt eigenlijk, er is een referendum geweest, hè? 3000 inwoners moesten dat tekenen een paar keer. Dat ze het eigenlijk bij het foute eind hebben, want eigenlijk zijn er parkeerplaatsen genoeg. Er zullen er niet minder zijn dan vroeger. Wel, er zijn heel wat parkeerplaatsen in het centrum. Daar geldt de blauwe zone, maar daarnaast zijn er centrumparkings waar men vrij en onbeperkt kan parkeren. Die zijn op amper 300-400 meter van de grote markt. Er zijn heel weinig steden die luxe hebben. Mensen moeten een beetje bewegen. Ja, inderdaad. Het is gezond. Wij moeten een beetje af van het principe dat men met de wagen tot aan de schoolpoort moet kunnen rijden of bijna tot in de winkel. Als de stad wat meer ademruimte heeft, dan zal er ook een andere manier zijn waarop mensen naar het centrum komen en er graag komen wandelen en shoppen. Vindt u het hier een beetje gezellig, burgemeester, in ons glazen stembokaal? Ja, we zijn dat natuurlijk niet gewoon, maar het is best gezellig met al die mooie mensen hier rond me heen. Ik kan er dwars doorkijken door dat glazen raam. We zullen het voor u nog een beetje gezelliger maken. Aha. Wat vindt u van deze lamp? Het doet mij denken aan oma's of opa's living natuurlijk. Best gezellig, zo'n staande lamp. Maakt u thuis graag gezellig? Ja, al moet ik natuurlijk... Een kaarsje? Ja, maar die staat dan op de schouw. Oké, laten we het even over andere lichtjes hebben. In het drukke centrum, waar jullie nu druk bezig zijn met de heraanleg van de markt, staan nu ook verkeerslichten. Er is op een kruispunt, die zijn erbij gekomen om files tegen te gaan. Want we weten allemaal, als je naar de zee moet en je moet door Diksmuiden, dan is het file, maar ook 's morgens en 's avonds. Maar volgens Mark werken die lichten nog altijd niet zoals het moet, want het stropt daar nog altijd, burgemeester. Wel, ik denk dat we moeten beseffen dat Diksmuiden op het kruispunt ligt van 2 drukke gewestwegen. Dus kalm zal het nooit worden. Hè. Maar die lichten die zijn vooral gekomen om te zorgen dat het kruispunt niet meer geblokkeerd geraakt. Dus vroeger was het zo, was een gewone voorrangsregel. En dan was het wel eens zo dat een vrachtwagen vlak voor een auto kwam te staan, niemand zijn hoofd buigde of niemand wou plaatsmaken, waardoor het kruispunt blokkeerde. Dus door die lichten wordt dat nu vermeden. Nu, die lichten die zijn geplaatst door het Vlaamse West. Dat moet nog wat fijner afgestemd worden. Dus we zijn nu in overleg met het Vlaamse West om dat toch nog wat fijner te kunnen afstemmen, zodat het nog wat vlotter kan verlopen dan nu. Dus Mark, het wordt beter. Is dat de conclusie?
Ja, absoluut. Maar er is natuurlijk nog een heel grote prioriteit. Dat is de aanleg van de ring. Ook dit is een bevoegdheid van Vlaams Gewest. Er is 14 miljoen euro voorzien daarvoor. De onteigeningen zijn daarvoor gebeurd. Het tracé ligt eigenlijk ook vast. Dus ik hoop nu echt dat de bouwaanvraag in het voorjaar ingediend wordt en dat de werken in 19 en 20 kunnen uitgevoerd worden. Oké, dan gaan we even naar de IJzer, hè? Want ik smuide, dan denken we toch aan de IJzer, de IJzertoren en ook de IJzerdijk. Dat is het jaagpad dat eigenlijk langs de IJzer loopt. Mm-hmm. Eind vorig jaar was er nog een zwaar ongeval met een tractor en een auto aan die IJzerdijk. Daar passeren heel veel fietsers en heel wat mensen in Diksmuide zijn toch bezorgd over de snelheid waarmee daar gereden wordt. Iemand schrijft, het is toch supergevaarlijk om met je gezinnetje te fietsen. De auto's razen voorbij. Op de meeste plaatsen mag je tot 70 per uur rijden, soms 50. Hoe zien jullie dat op te lossen? Komt er een snelheidsbeperking van overal 50 bijvoorbeeld? Wel, wij zorgen vooral dat het verkeer enerzijds vlot kan verlopen, maar anderzijds dat fietsers en wandelaars een plek kunnen vinden. Dat kunnen ze niet, daar, aan de IJzerdijk. Ja, wij zijn nu bezig met het drukste stuk, met name tussen de Hoge Brug en de Dodehang, om daar een afzonderlijk fiets- en wandelpad aan te leggen, zodanig dat daar elk zijn plek krijgt. Maar inderdaad, er moet een algemene mentaliteitswijziging ook komen. Mocht iedereen zich aan de snelheid houden die er opgelegd is, zou dat al een hele verbetering zijn. Dus overal zone 50 invoeren langs de IJzerdijk, dat komt er niet van? Wel, daar moeten wij in overleg gaan met een aantal actoren, want uiteindelijk het jaagpad langs de IJzer is ook een weg van Waterwegen en Zeekanaal, niet van de stad. Dus daar moeten wij in overleg gaan en kijken of dat er bepaalde maatregelen nodig zijn. En maar, komt dat overleg er of niet? Ja, absoluut. Absoluut, ja. Oké, goed. Burgemeester, u mag even op de witte stip gaan staan. Ja. En u mag even recht in mijn ogen kijken, naar boven. U mag naar boven kijken, in camera 5. Voilà, ja. Ziezo. U ziet er goed uit zo, burgemeester. Ja, dankjewel. Ik krijg niet elke dag een compliment. En al van zo vroeg in de ochtend. Het is een burgemeestersmarathon, dus zweten, dat zult u moeten doen. U krijgt 1 minuut de tijd om de volgende zinnen aan te vullen. En de tijd gaat nu in. Mijn rapporten waren... Goed. Ik ben burgemeester omdat... Ik een betere samenleving wil en uit liefde voor Diksmuide. Op zondag doe ik het liefst... aan wandelen en fietsen. Mijn dikke teen is... groot genoeg. Als ik op het toilet zit, denk ik aan... morgen. Een jojo is iets voor... kinderen. Ik zou graag sorry zeggen tegen... mijn man. Waarom? Omdat ik te weinig thuis ben. Een van mijn favoriete films is... Anna and Her King. Over? Dat gaat over... Een jonge dame die aan het koninklijk hof van een bepaald land, ik weet niet meer welk land, komt lesgeven aan de kinderen van de koning. In Thailand, denk ik ergens. Mijn slechtste gewoonte is... Uitstellen. En het grappigste aan mezelf vind ik... dat ik nu moet nadenken. Ik moest lachen om... grapjes van mijn zoon. Ik moest huilen van... Nu moet ik nadenken. Ik moest huilen van... ja, soms een keer... grove woorden die gebruikt worden. Is het soms hard in de politiek? Ja, ja, toch wel. En bent u zelf soms ook hard tegen een ander? Dan moet ik echt al heel vaak gekleineerd geweest zijn, dan wel. Maar ik ben zeker niet haatdragend. Burgemeester, dank u voor dit gesprek. U mag ons glazen stembokaal verlaten. Dank je wel.